Hallo allemaal, mijn naam is Roy van Let'sGear.nl en in deze video review wil ik jullie wat gaan vertellen over de Ledlenser i7R. Ik zeg er bij voorbaat alvast bij: de Ledlenser i7R is niet voor iedereen geschikt, want alleen een zakelijke klant met een btw-nummer mag hem kopen. Dit zijn de uh, afspraken die Ledlenser nu eenmaal heeft met het importeur en met de dealers, zoals wij. En wij mogen daar helaas niet van afstappen. De I-serie is met name ontwikkeld voor de industrie, vandaar ook de I. En hij biedt de industriële gebruiker net iets wat voordelen ten opzichte van de particuliere uh, lampenlijn die LEDLenser heeft, zoals de P of de M-serie. In deze video bespreken we dus de I7R. En hier voor, je, uh, hier voor mij zien je hem liggen uh, het de zaklamp, de Ledlenser I7R. He, dat was even lastig. Wat je ziet, hij wordt geleverd met een oplaadbare uh, lampvoet. Waarbij je de lamp kan plaatsen en kan opladen. En hoe dat werkt, laat ik je zo meteen zien. Het is een complete lamp met USB oplaadbaar, dus geschikt voor in de bus, op de bouwplaats of noem het maar op. Kortom, elke industriële gebruiker kan hiermee uit de voeten. Wanneer we even op de zijkant gaan kijken, zien we dat hier wat informatie staat. Hij heeft een lichtenbrein van 220 lumen en een lage lichtopbrengst van 25 lumen en hij schijnt tot maximaal 180 meter ver en op de lage stand is dat ongeveer 60 meter. De brandtijd op de hoogste stand is 4 uur achter elkaar en op de lage stand 30 uur. Nou, als je, zoals je aan de specificatie kan zien, zetten hij twee standen op, namelijk een felle en een minder felle lichtstand. Dat zit voor de rest helemaal niks. Geen knipperstanden, niks. Puur recht toe, recht aan. Deze lampen die kenmerken zich door een wat grovere structuur dan de andere LED lampen. En hoe dat eruit ziet, dat laat ik je nu even zien. Want dit is namelijk de inhoud van de doos. Nou, de accentkleur is geel, dat heb je inmiddels kunnen zien. Bij de P-serie is dat rood en dat maakt deze I-serie ook nog eens een keer hartstikke leuk om te zien. Je ziet zo meteen wanneer we de lamp gaan bekijken ook die accentkleuren op een aantal punten terugkomen. Dat is de lamp. Dan hebben we hier de laadvoet en die biedt plaats aan de zaklamp zelf. En aan de uh, batterij Laat ik zo meteen zien hoe dat werkt. Nou, dan zitten erbij vier AAA oplaadbare Nikon metaalhydride batterijen. Nou ja, mocht je ergens nog een setje hebben liggen, die kun je natuurlijk ook gebruiken. Deze voldoen prima. En wat zit er verder nog? Onderin het doosje. Een USB-kabel met een micro-USB-aansluiting om de uh, laadhouder te verbinden met een USB-stekker. Een professioneel nylon tasje van een iets stevigere kwaliteit eh, nog dan de andere tasjes van LED Lenser. Een anti-rolring zit er nog bij met een ophangbeugel dat je hem niet kan verliezen van je riem. Een polskoortje, een rubber voetje, een anti-slip en natuurlijk de handleiding zelf met een garantieboekje. Nou, tot zover de inhoud van het pakket. Laten we even gaan kijken naar de lamp zelf. Zo, ik heb inmiddels de lamp eventjes uh, in het midden van de tafel gelegd, zodat we even goed kunnen kijken naar de lamp zelf. Want, wat ik je net al aangaf in het filmpje, uh, eerder in dit filmpje, is dat er aan de buitenkant een aantal belangrijke wijzigingen zijn. De i-serie staat voor industrial en dat betekent hij moet stevig zijn en tegen een stootje kunnen. Om te beginnen is deze lamp uitgevoerd met een extra grove structuur. Nou, en ik zal even proberen dicht in te zoomen, zodat je kan zien... Wat ik bedoel, deze structuur is net iets grover. Scherper wil ik niet zeggen, maar net iets grover dan bij de P- of de M-serie. Hier, hier voel je echt de structuur erop zitten. Nou, Daarnaast uh, is het allemaal net iets steviger uitgevoerd. De kop is wat hoekiger, het materiaal is allemaal net iets. Het voelt net iets steviger aan, maar dat moet ook, want bij de industrie moet alles tegen een stootje kunnen. Nou, wanneer we vooraan bij de lamp kijken, zien we hier natuurlijk de lens. En die heeft hetzelfde focussysteem als alle andere LED-lens. schuif je naar voren, wordt de bundel smal. Schuif je terug, wordt de bundel breed. Nou, je ziet hier de gele ring voorin zitten. Heeft verder geen functie, maar het zorgt voor een leuk accent in de lamp. Daar zien we de LED zetten En uiteraard kun je deze lampkop ook lokken. Wanneer we de lampkop, de lampkop naar links draaien, richting het woordje lok, dan zit hij vast... Draaien we hem naar rechts, dan is de kop verschuifbaar. Nou Hier dus de grovere structuur. Achterop de extra grote aan-uitknop voelt ook erg stevig aan. Ook wederom met dat gele accent. Nou, tot zover de lamp. Dan gaan we hem even openmaken om de accu's te plaatsen. En in dit geval zijn dat het, dus vier AAA batterijtjes die je kunt plaatsen. In de batterijhouder. In wezen is het eigenlijk een verkapte P7.2 of een T7.2. Alleen het enige verschil is dat hij dus oplaadbaar is. En een net iets andere uh, uitvoering is aan de buitenkant. Ik had de lamp al aan staan, zie ik. Nou, de lamp heeft twee uh, lichtstanden. Namelijk hoog en laag 220 lumen en 25 lumen. Oftewel 4 uur of 30 uur licht. Wanneer je de lamp vanuit de uitstand aanzet... Dan gaat de lamp meteen in de hoge stand. En je ziet het, dit is eigenlijk meer dan voldoende, want het hoeft allemaal niet super fel te zijn, want 220 lumen is in de regel al eigenlijk heel erg veel. Nou, je ziet ook waarom. Mijn hand die wordt er compleet overbelicht en je ziet die bundel is behoorlijk strak, dus je kan er aardig ver mee schijnen. Wanneer we de kop dus naar ons toe bewegen, dan zul je dus zien dat die bundel te verstellen is. In principe net als elke andere led lenser. Wanneer we hem uitzetten, gaat de lamp uit. Nou, en wil je nou naar de dimstand, dan dien je de lamp uit te schakelen. De knop half in te drukken, dan gaat hij in de maximale stand. Laat je hem los en druk je hem weer opnieuw half in, dan gaat hij in de dimstand. Laat je hem los en druk je hem half in. Maximale stand, los, weer half in drukken, dimstand. Wil je deze stand blijven gebruiken? Indrukken en hij is bevestigd. De lamp heeft geen geheugenfunctie, dat betekent wanneer ik hem opnieuw aanschakel, hij weer in de maximale lichtstand begint. Nou, je ziet het verschil, dit is de lage stand breed en dit is de hoge stand breed. Dat is daadwerkelijk een verschil van om en nabij de 200 lumen. Dan het opladen, want dat maakt deze LED-lenser eigenlijk ook wel speciaal. Er zit namelijk een oplaadbare uh, accu-pack in. Nou, hoe werkt dat nou? Dit werkt iets anders dan de normale oplaadbare lampen van LED-lensen, want die werken met een magneetje. Deze zaklamp, die dien je namelijk los te draaien. De lamp kun je in de linkerkant parkeren en de batterijhouder parkeer je hierin. En dat kan maar op één manier, want er zit hier een inkeping in en hier ook binnenin. En dat moet op elkaar aansluiten en dan laat je de batterijhouder gewoon zakken. Nou, wil je hem op kunnen laden, moet we hem natuurlijk weer eerst even aansluiten. De aansluiting zit aan deze kant. Wanneer we deze erin steken, gaan er blauwe ledjes branden, zoals je kunt zien. En wanneer we dus de laadhouder daarin steken, zul je zien dat ze rood gaan branden. Nu worden de accu's opgeladen. Wanneer deze groen wordt, zijn de accu's vol. Wil je er zeker van zijn dat je je lamp niet kwijtraakt? Zet dan gewoon eventjes de lamp daarin. De hoek, de andere hoek van de lader. De lader is op te hangen. Er zitten namelijk twee schroefgaten hier aan de achterkant, dus je kan hem in je bus hangen of aan de muur in de bouwketen, Ik noem maar wat. Van mij pad in de werkplaats. De lader is neer te zetten, op te hangen, weg te leggen. Je kunt er in principe alles mee doen. Wanneer je weer de lamp wilt gaan gebruiken, draai je gewoon de houder weer terug erin en de lamp is weer klaar voor gebruik. Dan zit er nog een antirolring bij. En ik zal je even laten zien waar je die plaatst. Die schuif je over de lamp heen. Zoals dit. En die kun je voorin, achterin, waar dan ook. In de lamp kun je die plaatsen. En de lamp zal daardoor niet wegglijden. Je kan hem natuurlijk ook ophangen door middel van dat gaatje wat hier zit, kun je hem extra met een karabijnhaakje aan je riem of aan je uh, 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 kleding, uh, riem vastzetten. En de lamp zal daardoor niet zo snel kwijtraken. Tot zover deze review van de Led lenzer i7R. Er zijn nog meerdere modellen verkrijgbaar. Check die ook eventjes. Uh, want het is een ontzettend mooie productlijn en zeer geschikt voor industrieel heavy duty gebruik. Nogmaals, je kan de lampen niet op onze site bestellen. Je kan natuurlijk uh, wel een offerteaanvraag aanvraag indienen of uh, door middel van overhandigen van je KVK-uittreksel of een uh, inkoopbon van je firma kun je natuurlijk altijd deze lampen bij ons bestellen, maar ze zijn niet voor de consument. Het is een hele bewuste keuze van LedLenser geweest om een unieke lijn aan te kunnen bieden aan het bedrijfsleven. Tot zover deze review van de LedLenser i7R. Heb je nog vragen? Stuur ons een mailtje, kom op onze site, stuur ons een WhatsApp-berichtje of laat je reactie achter onder deze video en we helpen je zo snel mogelijk.